Goedemiddag allemaal. Ik ben Jan Willem Peters, werkzaam als arbeidshygiënist bij RPS Analyse BV. Dieselmotoremissie is een complex mengsel van veelal toxische en irriterende gassen en deeltjes. Ja, dieselmotoremissie wordt al echt sinds ik bij het bedrijf werk, krijgen we al aanvragen voor het meten van uitlaatgassen. Dus het is al een probleem wat al heel lang speelt. Nou, momenteel praten we over de laatste jaren, wordt eigenlijk alleen maar gemeten naar elementair koolstof. Dat is wel de belangrijkste marker op dit moment voor het beoordelen van blootstelling aan dieselmotoremissie. En wat belangrijk is, dat je die elementair koolstof dan ook meet in een respirabele fractie. Dus het gaat om die fijne deeltjes. En elementair koolstof is feitelijk een hele zuivere vorm van koolstof, die onder andere kan ontstaan bij een onvolledige verbranding. Waarbij het eigenlijk ook als roet vrijkomt. De bemonsterde filters die worden geanalyseerd op elementair koolstof. Dat is een thermische bepaling. Wat er gebeurt is feitelijk dat het filter wordt in een soort van oven geplaatst. Die wordt vervolgens geleidelijk, stapsgewijs, wordt de temperatuur verhoogd onder de toevoeging van een inert gas. Dus een doorgaans is dat helium, zonder zuurstof. Zodoende kun je de organische koolstofdeeltjes van je filter afstoken. Als dat gebeurd is, dan ga je vervolgens zuurstof in je gasmengsel toevoegen. Dan wordt het een actief gas, waarbij je elementaire koolstofdeeltjes oxideert. Die vervolgens ook omgezet worden in kooldioxide. Wat weer kan worden bepaald. Komen we bij de beoordeling. Op het moment dat je dus elementair koolstof meet op de werkplek, wil je ook natuurlijk een uitspraak doen of het goed of slecht is. Dus je wilt hem afzetten tegen een toetsingswaarde. Nu is er dus vanuit overheidswegen nog steeds geen grenswaarde voor elementair koolstof als marker voor dieselmotoremissie. In 2007 is het eindrapport verschenen van het IRAS, stand en techniek dieselmotoremissie, waarin ook een verbodswaarde en een streefwaarde zijn afgeleid. De streefwaarde bedraagt 0,16 microgram per kuub en de verbodswaarde ligt op een niveau van 50 microgram per kuub. Bij die afgeleide streef- en verbodswaarde moet echt wel een kanttekening worden geplaatst. Het onderzoek dat gebruikt is voor het afleiden van deze grenswaarde, dat onderzoek heeft plaatsgevonden voornamelijk in eind jaren 90, begin jaren 2000. En toen gingen ze uit van een achtergrondconcentratie van 3 microgram per kuub dieselmotoremissie in de buitenlucht, als gemiddelde voor Nederland. Nou, met de huidige inzichten en verbeterde analysemethodieken weten we dat die werkelijke concentratie beduidend lager ligt in de buitenlucht. Je streeft natuurlijk altijd naar om een zo laag mogelijke blootstelling op je werkplek te realiseren. Het liefst eentje die de achtergrondconcentratie in de buitenlucht benadert. Dat betekent dat je ook bij iedere meting die je zult doen, het liefst ook een buitenluchtreferentiemeting uitvoert. Omdat die buitenluchtwaardes, ondanks dat ze al laag zijn, die kunnen per locatie wel verschillen. En die zijn voor heel veel factoren afhankelijk. Dus eigenlijk moet je die bij iedere meting op hetzelfde moment ook bovenwinds ten opzichte van jouw werkplek bemonsteren. En vervolgens, als je je blootstelling aan elementair koolstof goed in kaart hebt gebracht voor jouw specifieke werkplek, ja, dan dien je als bedrijf zelf een bedrijfsgrenswaarde op te stellen, die de streefwaarde, ja, in dit geval dus het achtergrondniveau in de buitenlucht, zoveel mogelijk benadert. Belangrijkste leerpunten die we kunnen oppakken. Ik denk dat je met name goed moet afstemmen onderling welke monsternamen en welke analysemethodiek dat je dient te hanteren. Zodat er niet verschillende analysemethodieken en verschillende monsternaammethodieken zijn. Die moeten überhaupt niet aangeboden kunnen worden in mijn optiek. Dus je moet uniforme afspraken gaan maken binnen Europa. In elk geval binnen Europa om daar gewoon uniform in te kunnen meten, te analyseren. En dus ook een uniforme grenswaarde erin te hanteren. Nou, we hebben sowieso op de planning staan om dit najaar opnieuw metingen te gaan doen naar de blootstelling aan dieseluitlaatgassen. Vooral door de overgang naar Euro 6 motoren hebben we eigenlijk weer een gewijzigd proces waarvan we goed willen vastleggen. Van, hebben we het nog steeds in de vingers, hebben we het nog steeds goed beheerst? En daar gaan de metingen ons weer bij helpen.
En waarom dieselmotoremissie specifiek? Omdat het bij VDL veel te sprake komt. Omdat we onder andere bussen bouwen, maar ook de minis in Born, bij Netcar. Dus we hebben veel te maken met dieselmotoremissies. Nou, in eerste instantie is er verbetering van de motor en uitlaattechniek. Dat is natuurlijk een ontwikkeling gedreven. Binnen productie zitten maatregelen veel meer op het gebruik van tijdelijke uitlaatgasfilters voor verplaatsing intern, het gebruik van afzuigslangen om dieseluitlaatgassen vanuit de werkplek gelijk af te voeren naar buiten, verbeteren van ventilatie, maar ook medewerkers aanspreken op hun rijgedrag, voorkomen dat ze onnodig hoge toeren draaien, dat die motor onnodig lang blijft draaien. Dus een pakket aan maatregelen om te zorgen dat die blootstelling zo laag mogelijk blijft. Ja, mensen houden zich daar nog niet zo mee bezig. En het is wel aan onze taak, vind ik, als arbeidshygiënist, dat wij daar aandacht voor vragen. En ook in ieder geval kunnen zorgen dat de blootstelling beheerst blijft.